Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen werkt aan de afbouw van het gebruik van kwik in de kleinschalige mijnbouwsector, zei minister David Abiyamovu gisteren in de Nationale Assemblée. Het departement coördineert het nationaal actieplan dat nodig is in het kader van de afspraken in het Minamata-verdrag. De overheid is op de hoogte van de uitdagingen bij het afbouwen van kwikgebruik. Daarom heeft het ministerie geen andere uitdagingen nodig, zoals die nu ter sprake zijn in de cyanide-kwestie, zegt Abiyamovu. We zitten niet te wachten op een extra uitdaging, een extra probleem in die kleinschalige goudsector met cyanide. Ik moet wel aangeven dat cyanide internationaal bekend is in die goudsector. Maar dan op basis van duidelijke protocollen en door daartoe gecertificeerde personen. Transport moet plaatsvinden op basis van goedgekeurde protocollen. Maar ook de opslag is belangrijk en het gebruik. Maar het stopt niet daarbij. Ook de reclamation van die area waar dat materiaal gebruikt was. Dat moet allemaal, voorzitter, op basis van protocollen. En de huidige stand van zaken is dat die protocollen ontbreken voor die kleinschalige goudsector. De bewindsman geeft verder aan dat de import op cyanide is stopgezet, maar dat er daarnaast wordt gewerkt aan de handhaving in het diepe binnenland. Alle cyanidehoudend materiaal dat in gebruik is in het binnenland zal in beslag worden genomen. Wij zijn daartoe al in contact met de, laat maar zeggen, via de media in Suriname die zich richten op de Chinese gemeenschap. Zullen we proberen de gebruikers van het materiaal te bereiken. Dat is al in gang, voorzitter. En de diensten worden erop voorbereid om op te treden in het achterland. Want u moet weten dat dit spul vanaf 2015, en ik herhaal vanaf 2015, ja, de kans heeft gekregen om zich te verspreiden in het binnenland van Suriname. Ja, alle huidhoeken van die Greenstone Belt. Dus we zullen die gebieden moeten bereiken. Daarvoor zullen er additionele middelen nodig zijn. Om dit doel te bereiken zijn volgens Abiyamovu niet alleen financiële middelen nodig, maar ook een goede samenwerking met alle betrokken actoren. De autoriteiten zullen optreden overal waar cyanidehoudend materiaal wordt gebruikt.